Pieter Guldemond, we staan hier bij Yes Delft, waar we zojuist een inspiratietour bijeenkomst hebben gehad naar aanleiding van de aanloop naar de innovatie-estafette. Wie zaten er allemaal aan tafel vandaag? En zoals het hoort was het een goede vertegenwoordiger van de Triple Helix partijen. De vierde partij was niet aanwezig vandaag, de burgers. Maar goed, we hebben natuurlijk wel ook goed over dat perspectief nagedacht vandaag. En wat kwam er zoal ter tafel? We hebben het over allerlei soorten innovaties gehad. We begonnen bij heel veel technologische innovaties, ook niet zo gek hier bij Yes Delft. Maar het is ook natuurlijk gegaan over sociale innovaties en hoe je er ook echt voor kan zorgen dat die innovatie uiteindelijk plaatsvindt. En dat ook iedereen daar iets aan heeft. Zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden gesloten? Of nou, ik zag net dat er heel veel kaartjes werden uitgewisseld en nieuwe afspraken werden gemaakt. Het was opvallend dat nog lang niet iedereen elkaar kende. We begrepen dat het bij andere bijeenkomsten anders was. Dus wat dat betreft zijn er in ieder geval goede nieuwe verbindingen gemaakt. Ik denk zeker dat we elkaar op een paar thema's ook wel gaan vinden. Een van de conclusies was toch wel dat een grootschalig energieplan waarbij je groot moet denken heel erg belangrijk is. Dat zou zomaar een uitkomst kunnen zijn voor de innovatie-estafette. En daar willen alle partijen graag samen aan verder werken. En dat gaat lukken, denk je? Dat weet je nooit, maar ik denk dat het heel goed is om te beginnen met die ambitie. En die wil was er hier wel. Ik denk wel dat het ook heel belangrijk is om dat ook met andere regio's samen te doen. Dat werd ook hier gezegd. Het is goed dat wij hier dit gesprek hebben, maar we moeten dat ook echt met andere regio's doen. We moeten op een nationaal niveau. Zo groot zijn onze steden niet. De parallel werd al met het Deltaplan getrokken, de Delta werken. En dat zouden we voor energie wellicht ook weer moeten doen op nationaal niveau. En hoe zit het op Europese schaal? Europese steun is nodig. Geld van overheden in Nederland en van lokale overheden, dat raakt toch steeds meer op. En er zijn heel veel Europese agendas waar onze plannen goed inpassen. En een van de oproepen was ook, de Rijksoverheid help ons om de weg te vinden in het woud van Europese subsidies en fondsen. Want we zien er wel heel veel kansen om op inhoud onze plannen waar te maken.